Het is geworden Erve Asito. Waarom Erve Asito en hoe kom je aan die naam? Nou, ik denk dat uiteindelijk de historie van het Twentse landschap, waarin een erve een belangrijke rol heeft. Wij zijn lang verbonden met de club Heracles Almelo. Dat zou je kunnen noemen als erven. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we gekozen dat erven een dubbele betekening heeft. Vroeger kwam je op iemands erf, iemands grond. En dat hebben we heel bewust zo genoemd. En dus zeg, de combinatie tussen het erven, het heden, het verleden en de toekomst. En het erven, het erf van naar het Twentse landschap, dat hebben we gecombineerd. Er zijn de laatste weken heel veel namen voorbij gekomen. Er zal je ontzettend vaak gevraagd zijn, wat is de nieuwe naam? Ja. Heb je deze naam ook gehoord? Nee, geen enkele. Deze naam is niet uitgelekt. Wat heel denk ik bijzonder is, is dat heel veel de naam, omdat vandaag de geboortedag is van onze oprichter Joop van Riemsdijk. Die zou vandaag 100 zijn geworden. Is dat Van Riemsdijk heel vaak genoemd is. Maar uiteindelijk hebben we vanochtend de onthulling gedaan dat het Stadionlaan omgeturnd is tot het Van Riemsdijkplein. En dus Erve Asito heeft Erve Asito zit aan het Van Riemsdijkplein nummer 1. 10 jaar sponsorschap Heracles. Vandaag gaat het in. Ja. Strakjes in 2029 wordt die verlengd. Ja, nou weet je, kijk, ik denk dat een relatie doe je voor langere tijd. Hè. En we hebben al gezegd, hè, 10 jaar is wat ons betreft de eerste stip. Maar wat ons betreft is partnership in goede en in slechte tijden. En dat betekent ook dat wij die focus op vooruit zetten. En over 10 jaar zullen we zeker, en dan hebben we weer een nieuwe generatie, die gaat er weer op een nieuwe manier naar kijken. Maar wat ons betreft is op dit moment is dit de eerste stap. Rob Toussaint, was jij voor een aantal weken geleden al op de hoogte van een nieuwe naam? Ja, wij zijn hier al, even kijken, ik denk al een klein jaar van op de hoogte. Ik had net een zeer trotse Remco Stolk voor de microfoon. Dat begrijp ik. Die was erg blij met die naam. Jij ook? Ja, absoluut. Fantastische naam. Hoe trots ben je erop dat het niet van tevoren is uitgelekt? Ja, ook trots. Dat is een bijzondere prestatie, want het lekt meestal wel uit. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Er is ook alles aan gedaan. Maar ja, je weet het nooit, Ere. Kun je met deze naam 10 jaar vooruit? Zeker weten. Misschien wel 100 jaar. Ja, ik zei net al tegen Remco Stolk. 2019, 2029 en dan wordt die verlengd. 2019, 2029 en dan hopen we inderdaad weer te gaan verlengen. Ik heb jou vanmorgen om 4:15 al gefeliciteerd. Ik doe het nogmaals. Van harte dankjewel. Gefeliciteerd dankjewel. Met deze fantastische prestatie. Ja. Samen met Asito. Ja, dankjewel. Remco, nog één keer de naam. Erve Asito. Een naam waar we trots op zullen zijn.